Dit is alweer de vierde week dat RTV Oost toeristen volgt tijdens hun vakantie in onze provincie. Weer of geen weer, onze gasten worden dagelijks getrakteerd op een activiteiten-envelop. Vol verrassende, smaakvolle of juist sportieve uitjes. Al hun ervaringen en emoties krijgen een plekje op hun eigen belevingsbord. En aan het einde van de week lichten onze gasten deze creatieve uitspatting toe. Kortom, het is zomer in Overijssel. De eerste gasten van deze week wonen in Rotterdam-Noord. Bernadette en Thijs wonen samen op twee hoog en hebben het goed samen. Hij zet een fijn tropisch muziekje op, terwijl zij geheel in Engelse stijl van haar thee geniet. Het jonge stel houdt erg van reizen, maar Rotterdam is echt hun home sweet home. Als je in Rotterdam zeg maar het station uitloopt en je zou het centrum inlopen, dan zou je denken, Jezus, wat een kaasstad. Dit is echt gewoon niks aan. Terwijl als je verder kijkt dan dat, dus je weet echt de plekjes, dan is Rotterdam een hele leuke stad. Ik heb geen Feyenoord tattoo, maar ik heb wel Feyenoord handdoeken, Feyenoord t-shirtjes, Feyenoord vlag, Feyenoord mok, weet ik het. Ik heb heel veel van Feyenoord. Overijssel is onbekend terrein. Dus is het de hoogste tijd voor de koffer vol hints over de vakantiebestemming. Beste familie Jaspers. Oh, we zijn getrouwd in één keer. Dat gaat toch goed. Het is bijna zover, nog heel even en dan begint je de vakantie in Overijssel. Spannend, toch? Ja, ik vind het wel spannend. Waar ik niet op hoop is op een heleboel boerendingen. Nou, op een dockycamping terechtkomen. Daar hoop ik niet op eigenlijk. Alleen maar Hollandse hits. Dit is mijn plezier met die bouillon kerels hier. Ik ben redelijk bekend met de boerenomgeving en ik weet dus boerengolf en dat soort dingen, dat ken ik allemaal wel. Nee, daar hoop ik niet op. Hoewel, misschien dat het ook weer een mooi verhaal is voor later, dus ja, eigenlijk ben ik overal wel voor in. In de reiskoffer vind je wat cadeautjes om alvast in de vakantiestemming te komen. Een wandelkaart. Wandelen is altijd leuk. Vliegen, meppen. Ik ben juist benieuwd naar de andere kant van Overijssel. Zoals balletjeshuis. Oh, dat ken ik niet. Ik ken wel een balletent. Maar... ja, gewoon nieuwe dingen zien, nieuwe dingen ontmoeten, nieuwe dingen doen die je anders niet doet. Zoals een keertje badmintonnen, maar dan in de frisse buitenlucht. Ze zijn blijkbaar echt toe aan vakantie. De ontdekkingsreis van Bernadette en Thijs begint in de kop van Overijssel in... Kuinen. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Hier in het pittoreske Kuinen lijkt het alsof de tijd stil heeft gestaan. Of gaat de tijd hier achteruit? Ja, iets wat we gewoon niet verwachten. Ja, eigenlijk. Dat ook. Ja. Ja. Leuke en spontane. Ja, gewoon ook wel leuk wat actieve dingen inderdaad, maar ook wat onverwachts. Nou, dat was wel heel onverwachts. Tijd voor de envelop. Nou, ik ben benieuwd. Jij hem ook ja. Je mag hem ook voorlezen. Beste Bernadette en Thijs, welkom in Overijssel. Jullie verblijven op natuurkampeerterrein De Veenkuil in het Kuinderbos. Het wemelt er van bijzondere planten, paddenstoelen, vlinders, roofvogels en roofdieren. Als de boommarter. Natuurcamping. Moeten we dan ook naakt? dat mag jij doen. Ik ga wel mijn lendendoekje voorhouden. Okay. En zo reist Tarzan Thijs met zijn Rotterdamse Jane door naar het paradijs in het Kuinerenbos. Oh, check. Kijk, het vet, een typing. Het is wel tof als we daar zouden slapen. Dat is echt vet. Boswachter Harco heeft een leuke verrassing voor ons jonge stel. Ja, jullie gaan een hele avontuurlijke week beleven. Ik hoorde jou net al zeggen van, oh, een typie. Nou, ja. Dan ga je vandaag slapen. Oh, echt? Gaaf. Oh, super tof. Ja. Heel leuk. Ja. Heel gaaf. Harco is een man van weinig woorden en grote passen. De uitvoerige rondleiding over het terrein is dan ook voor Bernadette en Thijs haast niet bij te benen. Het wordt onze gasten wel duidelijk dat ze op een prachtige plek in de natuur zitten. Het is ook een heel bloemrijk gebied. Koninginnenkruid komt deze week in bloei, dus daar zul je ook heel veel vlinders tegenkomen. Na Harco's toertocht mogen de gasten eindelijk deze typische Kuinerense tipi in. Ik zal de deur even voor jullie openen. Ja. Ben benieuwd. Gaaf.
Hij is helemaal ingericht. Kijk, als je me nog wil vermoorden vannacht. Ja, berenvelletjes. De kachel kan aan, mocht het koud zijn. Geweldig. Af voor de sfeer. We kunnen lekker ver uit elkaar liggen, dat is ook een voordeel. Als we weg zijn, mag je natuurlijk alles. Zoals een groot opperhoofd ooit verkondigde, ieder voordeel heeft zo zijn nadeel. Of andersom natuurlijk. Ook tijdens deze zomer in Overijssel. Vanuit Zeist komt deze week het samengestelde gezin van Iris en Marcel naar Overijssel. Leef is een zoontje van mij en Liv is een dochtertje van Iris. We zijn elkaar tegengekomen op een festivaletje. Het is heel belangrijk dat het tussen mij en hem dus klikt, maar ook tussen de kinderen, maar ook de kinderen nog eens met ons. Let it go, I want him. Liv is een getalenteerde jonge dame met opvallende stembandjes. En Levi heeft de ambitie om door te breken in Hollywood. Ah ja. Het initiatief voor deze vakantieweek ligt bij Iris. Ik zat een beetje te zoeken en toen zag ik, oh, een vakantie naar Overijssel. En dat is iets eigenlijk waar we nog nooit zijn geweest. Ze heeft altijd van die... Van die fratsen. Ik heb heel vaak dat ik weer iets win of dat ik naar dierentuin wil en dan gaan we gewoon. Ja. En dus gaan we nu naar Overijssel. Wat zijn nou spullen? Kom eens leeg. Ja, ik ben wel eens in Overijssel geweest. Ben ik naar Titi in Assen. Dat is niet, hè? Wel. Assen? Nee, Assen is niet in Overijssel. Nee, dat moet eruit. Even wachten hoor. In Emmen, bij de dierenpark ben ik wel eens geweest. Van alle plekken in Nederland is Overijssel eigenlijk het onbekendste. Dat is echt slecht nu hoor, dit is slecht. Ja, die doet het erom. Mijn vriend is vrij makkelijk. Die is makkelijk te overtuigen. Ja. Ja, er staat een brief in voor ons, denk ik. Ja, denk ik wel. Er staat in dat we bijna op vakantie gaan naar Overijssel. Nee. Vinden we dat spannend? Ja. Ja, want we weten niet wat we gaan doen, hè? Nee. En je kent de cultuur niet. Ik heb een slechte dokter. Hey, stuur me. Vaker naar een apotheek dan naar een café. Kun je dat verstaan, Levi? Papa zegt? Nee. Nee? Zo praat ze daarom. Na ruim anderhalf uur rijden komen Iris, Marcel, Levi en Liv aan in Lathrop. En de eeuwenoude molen heeft blijkbaar nog niets verloren van zijn aantrekkingskracht. Nou, we zijn er eindelijk. Oh, we gaan gelijk. We gaan even kijken naar de molen. Hè? Ik denk dat we hier slapen, jongens. In de molen. Ja, dat zou kunnen, Iris. Maar dit wordt een week vol verrassingen. Wat zal erin zitten? Kom maar, gaan we voorlezen. Nou, zullen we samen voorlezen? Kom maar, Liv. Beste Iris, Marcel, Levi en Liv. Welkom in Overijssel. Jullie verblijfplaats hoor je later vandaag. Eerst gaan jullie even lekker lunchen bij Erfgoed Bossum. En dus op naar het boerenerf en de Twentse karnemelk. Met stukjes. Benieuwd hoe de kids het vinden. Ja. Erfgoed Bossum is een oase van rust waar bezoekers kunnen genieten van de diverse producten uit de streek. Jij moet naast mij, mama. Ja. Vooral Liv en Levi hebben er zin in. Een uurtje, even niks, komt onze gasten uit Zeist goed van pas. De reis, ja, die was behoorlijk lang. Vooral voor de kinderen ook achterin. Ja. We hebben elk kwartier gevraagd of we er al waren. Maar de lange reis was de moeite meer dan waard. Het idee dat je al gelijk ontspannen bent, zodat je eigenlijk al wat hebt gezien of niet? Je komt gelijk goed in een mooie natuur terecht hier eigenlijk in Overijssel. Zo, ja. Okay. Ik hou niet van koeienmelk sowieso, van gewoon koeienmelk of van karnemelk. Waar hou je dan van? Ik hou geen eens niet van koeien. Nee, alleen maar van? Koeien die stinken. Koeien die stinken? Tja, Levi, op een boerderij kun je dat beter voor je houden. Oh. Zo. Ja, dat was schrikken. Dus dan maar even bijkomen op de boerenschommel. De lunch is op en we moeten door, want er staat nog een activiteit gepland. Het wordt tijd voor een blik in de ruimte. Kom, we gaan naar de sterrenwacht toe. Kom, ga je mee? Kom maar. Ja. De lichte tasjes maar. Lekker ongeëmancipeerd ben jij. Het lief kibbelende duo Bernadette en Thijs beginnen hun kuinerische tipi in te richten.
Ik vind een type slapen vind ik echt helemaal geweldig. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat vind ik zeker bijzonder. Ik voel me dan wel heel lullig dat we een tas met wieltjes hebben. Nu we op een camping staan. Hey Thijs. Ja? Wil je naast me slapen vannacht? Nou. Moet dat? Ja. Doe maar. Ik denk de kijkers thuis ook zo van, wat is dit voor een rare stel. Stel. Denken ze sowieso wel. Zeker aan het eind van de week. Nou, we praten heel veel en heel erg aan het kibbelen. Maar heel gezellig. We hebben het altijd heel erg naar ons zin. Kijk, je heksenbezem ligt er ook. Kun je ook vliegen vannacht. Ik denk dat andere mensen altijd wel denken dat we het niet naar ons zin hebben. Maar dat is gewoon hoe wij samenwerken, zeg maar. Nou, volgens mij zijn we geïnstalleerd. Bier. Nu al bloed heet. Oh. Of is het nog geen tijd? Beste Bernadette, voor een biertje in de natuur is er in Overijssel altijd tijd en ruimte. Zet alle zintuigen open en laat Kuinderen tot je komen. Ik hoor een elektrische gitaar op de achtergrond. Nee, ja, als ik luister, dan ik hoor lekker vooral de dieren in het water. En lekker de wind door de bomen en de natuur. Heerlijk. De slaapplek is gereed en dus is het nu tijd voor een... activiteit. Een kijkje nemen bij de palingrokerij Konter om 12:30 en meehelpen bij de corso-groep. Nou, we zeiden nog al wat bloemencorso gingen missen. Oh ja, ja, ja. Dus dan kunnen we meehelpen, dat is ideaal. Ik vind paling heel lekker, ik ben er alleen allergisch voor. Toch? Ja, nee. Makreel ben ik allergisch voor. Dus ik kan daar allergisch voor zijn. Ik ben voor sommige vissen allergisch. En wat gebeurt er dan? Rode vlekken en overal jeuk en galbulten. Dus dat, ja... Dus het kan zijn dat deze eerste vakantiedag meteen in het water valt in Vollenhoven. Bij de voormalige Zuiderzee. Ooit het palingrijk van Nederland. Nou, een palingje eten, schatje. Ja, ja. Ik ga wel proeven. En ruim zeezicht. Op het Twentse platteland zijn de nachten zonder de stadse lichtvervuiling ideaal om naar de sterren te kijken. Krijg ik een hand. Ik ben Arnold. Welkom op de sterrenwacht. Of wil je eerst naar de speeltuin? Mag ook namelijk. Ja. Of gaan we naar binnen? Ze zijn alweer weg, zoals altijd. Ja. Lopen wij alvast naar binnen toe. Dat de aarde om de zon draait, dat is gesneden koek. Maar als ik zeg astronomie? Ja, naar het heelal. Een beetje de ruimte, ja. Dan denk je een beetje aan van, ja, wat houdt het precies allemaal in? Maar... Ja, als ik naar de sterren kijk, dan denk ik aan het heelal en de zon en de planeten. De maan. Er zijn natuurlijk bekende en onbekende sterren, maar voor Marcel schijnt er maar één. Ja, mijn belangrijkste ster is mijn vrouw in mijn leven. Zeker weten. Wat heb je gedaan? Oh! Schoenen! Ja, ik ook! Kijk! Kom maar, zo niet erg. Kom maar! Schoenen! Leef niet huilen. Bovengekomen in het observatorium komt ons gezinnetje oog in oog te staan met de grootste telescoop van Nederland. Levi laat even zien dat voor de spelcomputergeneratie dit soort high-tech apparatuur gewoon kinderspel is. Oh, stop, stop. Anders gaat hij de verkeerde kant op. Overdag is er natuurlijk geen ster aan de hemel te bekennen. Maar Arnold heeft nog tal van trucs en weetjes in huis die zorgen voor een nieuwe kijk op de sterrenhemel. Ik kijk wel eens naar die sterrenregens toe. Dan zit ik even kijken buiten de tuin. Dan pak ik mijn lichtbedje erbij. En dan ga ik even lekker naar boven kijken. Heerlijk. Biertje erbij. Dat maakt me eigenlijk wel s'avonds. En af en toe is ze me dan kwijt en dan weet ze niet waar ik ben. Dan zit ik buiten in de tuin. Ja, dus, Als ik een vallende ster zou zien, dan zou ik wensen dat de familie die we nu samen hebben, dat het hechter en nog meer verbonden blijft. Bij de Sterrenwacht hebben ze een unieke methode ontwikkeld om aspirant-astronauten enthousiast te maken voor de ruimtevaart. De lancering van de Levi 1 is een groot succes en zijn raket stijgt tot grote hoogte. Dus ligt de lat voor het team Iris en Liv hoog. Ja, daar gaat ie. En is het resultaat teleurstellend. Mama probeert het nog met een werptechniek die ze bij de Aboriginals heeft afgekeken. Oh, bijna. Waarna de Levi 2 misschien de redding brengt. Kijk daar. Oh. Net mis.
Helaas, die is ook naar de maan. Een toepasselijk waterijsje maakt alles weer goed. En dit bezoekje heeft ook Iris en Marcel enthousiast gemaakt. Ik vond het bezoek verrassend en allemaal nieuwe dingen gezien. Had ik ook niet echt verwacht bij de Sterrenwacht. Vooral veel gedaan. Ja, bij ons is er eigenlijk ook eentje. Maar we hebben eigenlijk nooit echt de tijd genomen om te gaan kijken. Het zou niet in ons opkomen eigenlijk. Maar nu we dit gezien hebben, willen we ook een keertje even 's nachts gaan kijken. Dat we echt alles kunnen bezien. Bernadette en Thijs zijn aangekomen bij de palingrokerij van Konter. Na de metamorfose met gepaste bedrijfskleding is het tijd voor vis. Vooral veel vis. Nou ja, ik vind dat glibberige en dat idee dat ze naar me toe kunnen springen, vind ik wel een beetje eng eigenlijk. Palingman Konter kan maar niet genoeg krijgen van zijn gladde aal. Maar we komen hier voor de gerookte paling. Die snijdt ze open daar zo. Nou, en deze twee die hadden het ingewand eruit. Ambachtelijke visverwerking dus, die je niet zomaar in de vingers hebt. Dus tijd voor een workshop. Andersom van mes. Zo. Ja. En dan de onder. Juist voor je vingers. Ja, ik vind het leuk. Ja, ik heb 9 jaar in een keuken gewerkt terwijl ik studeerde. Gewoon een kwestie van eten bereiden eigenlijk. Hè. Ook de ingewanden eruit halen hoort gewoon bij het proces. Ja. Opvallend genoeg is in Vollenhoven het schoonmaken van paling echt mannenwerk. Heeft dat dan toch iets te maken met de glibberigheid van de vis? Ja, nou, ik vind de ingewanden zo, dat maakt me helemaal niet zoveel uit. Maar het is vooral dat glibberige van het beest dat ik een beetje eng vind. De schoongemaakte paling komt uiteindelijk terecht in de rookkast. En palingroker Konter duikt nog even in de oude doos. Nou, in Vollenhoven waren er vroeger, ik geloof wel 20, 25. Allemaal van die kleine rookrijden van vissers en zo. En die verkochten paling en bokking en zo en makreel. Maar nu, we zijn de enige nog overgebleven. Het schoonmaken van paling ging Thijs goed af. Maar doorstaat hij ook de proeftest? Of betekent dit maaltje het abrupte einde van een vakantiedag? Thijs is immers allergisch voor vis. Ja. Ik neem een klein stukje. Een klein beetje kan, een klein hapje. Dan moet er echt meer in, volgens mij ook in je systeem zitten om er echt een reactie van te krijgen. Als ras-echte Rotterdamse draait Bernadette haar hand niet om voor een pondje paling meer of minder. Lekker hè, zo voor mij opeten. Ja, blijf hem erin, blijf hem erin. Hier, lekker, lekker. Na het bezoek aan de Sterrenwacht wil ons gezinnetje uit Zeist graag inchecken voor hun eerste nachtje Twente. Op landgoed Bossum in Lathrop staat voor hen een familietent klaar. Is die groot genoeg? Kom, gaan we kijken. Zo. Nou, hey, we hebben een kachel. Die hebben we nodig vanavond. Kachel. Ja. Kachel, wordt het lekker warm. Het is zo koud hier. Ja, tent, ja, dat is super toch? Nou, gewoon leuk. De kinderen vinden het geweldig. Dus ja, dat is weer even wat anders. Is er al water in een bad? We hebben er al koeien in het bad gezeten dan. Wie moet er in bad? Wij. Jullie? Dat is toch voor de koeien? Nee, dit is voor jullie. Ja? En deze is natuurlijk voor ons. Oh, lekker hoor. Ik ga hier slapen. De zogeheten lodge tent is van alle gemakken voorzien en ruim opgezet. Oh. Nu maar hopen dat de inhoud van een flinke gezinsauto erin past. Even kijken wat er allemaal in zit. Kom maar. Bernadette en Thijs duiken in een voor hen totaal onbekende wereld. Het bloemencorso. Welkom bij onze ziekte. Onze kwaal, onze gekheid. Ja, wat gaat het worden? Wij maken dit jaar is het thema hanenkam. Ja, zo zeg ik het goed. Oké. Dit wordt een punker. Ja? Hanekam, punker, je bent warm Thijs, maar het ontwerp is natuurlijk zwaar geheim. Corso is cultuur.
van generatie op generatie overgedragen. En iedereen draagt een steentje, of in dit geval kraaltje, bij. En hoe lang zijn jullie hier al aan het bouwen? We beginnen in mei werkelijk te bouwen. In mei hebben we de kont gezet. Een lange periode? Nee, ik hou me niet van om een hele periode vast te leggen aan iets. Niet week in, week uit. Hoewel het wel gevoel inderdaad wel tof lijkt dat jouw wagen dan inderdaad daar voorbij rijdt. Dat dan weer wel, maar het liefst met zo min mogelijk inspanning eigenlijk. Om nou echt iedere zaterdag dan hier bloemen te gaan lopen steken. Nou, niet iedere zaterdag, want je bent bezig met opbouwen van de hele wagen en alles. Maar dan om op een zaterdag al die zaterdagen erop aan te geven, vind ik een beetje veel. Ja. Hier in Vollenhoven denken ze daar anders over. Ieder vrij uurtje wordt hier gestoken in het plakken en lassen van een hopelijk prijswinnende Corso-wagen. Dit enthousiasme van de vrijwilligers werkt door op ons Rotterdamse duo. En dus aan de slag. Ik heb kraaltjes op eigenlijk grote buttons, weet je, die punkers en allemaal vroeger op mijn kleding hadden. Die heb ik beplakt met kraaltjes. Nou, ik vond het 5 minuten leuk, maar ik geloof dat ik knettergek zou worden als ik de hele dag zou moeten doen. En daar waar het gepruts met kraaltjes tegenviel, daar slaat bij Thijs het lassen erg aan. Voor het eerst gelast. Ik heb dat nog nooit gedaan en ik wist ook niet dat dat een stukje smelt en dat dat dan bij elkaar hecht. Ik dacht wel dat je het gewoon doordat het ijzer smelt het aan elkaar blijft plakken, maar nee, ja, leuk. Thijs blijkt een natuurtalent, waarop lasmeester Roel blindelings zijn ambacht overdraagt. Probeer in het hoekje te blijven en denk aan je vijvertje. Hij stond in het hoekje van die vijver, dan ga je er ver af, hoor ik aan het geluid. Dichter op het ijzer duwen, ja. Dichter op het ijzer, ik hoor aan het geluid. Geen Corso in Vollenhoven zonder dahlia's. Duizenden, wat zeg ik, 100.000. Maar die zijn er nu nog niet. Op speciale velden worden ze hier gekweekt, liefdevol, met passie. Ja, ik wil het wel weten. Ik bedoel, we komen hier, dus ik wil wel interesse tonen in wat anderen hier doen. Ik bedoel, ze zijn super gepassioneerd, wat dan wel weer aanstekelijk werkt, want dan wil je meer weten. Dus dat is wel leuk. Het is jammer dat, dat we de bloemen nog niet kunnen zien, maar dat het product dat meer af is. Dat nu moet je nog maar een beetje een voorstelling van maken van hoe het gaat worden. Maar ik vind het wel leuk om dadelijk of er naartoe te gaan of anders foto's terug te kijken van hoe het uiteindelijk geworden is. Trek je agenda, Bernadette. Het Corso in Vollenhoven staat gepland op 26 augustus. Tot dan. Zomer in Overijssel. Dat betekent ook regelmatig genieten van een ijsje. En dan het liefst ambachtelijk boerenijs zoals hier in Denenkamp. Nog een speciale die aangeraden wordt. Karrenijs, daar gaan wij in kijken over een paar weken. 24, 25 juli gaan we daarmee naar Italië. Naar Bologna doen we mee met het Europese kampioenschap. En de World Gelato Tour, dus die kan ik nu zeker aanbevelen. De IJskuiper behoort tot de beste ijssalons van Nederland. En de opmerkelijke smaken ijs trekken liefhebbers van heinde en ver. Want wie Kuiper zegt en Denenkamp, die zegt Henny. Maar dat zegt deze jonge generatie echt helemaal niks. Een standbeeld voor wielrenner Henny Kuiper voldeed niet. Hier in Denenkamp bouwde men een heel museum. En terecht, want Henny is een legende. Wij hebben het... Wacht even. Hoe heet hij nou van zijn voornaam? In ieder geval Kuiper Museum. Ja, het is een beroemde wielrenner in ieder geval van Nederland, maar... Ja, hij heeft, Het is verschrikkelijk toch, dat ik niet weet. Maar ja, het is niet mijn sport, dus ik kan er weinig over vertellen eigenlijk. En terwijl Levi en Liv zich kostelijk vermaken op het boerenerf, blijkt de museumcollectie totaal niet aan te sluiten bij de sportieve belevingswereld van Marcel en Iris. Hey, wielrennen kijken we ook niet, dus dat... Geen Tour de France? Ja, af en toe een keertje weer een beetje Tour de France. Maar niet echt kijken, dat is een beetje saai vind ik eigenlijk, moet ik zeggen. Hermien doet nog een dappere poging om de status van Henny Kuiper in Tukkerland te duiden aan ons duo uit Zeist. Te vergeefs. Nee, het is niet mijn sport, dus ik kan er niet zo heel veel over zeggen. Maar het is wel een aanradertje voor alles en iedereen die van wielrennen houdt. Dus eigenlijk, het is een goede museum hier ook. Nou, dat dan wel weer? Leef hier, Liv, kom! Het museumbezoek was kort.
wat lift betreft veel te kort, want die is nog lang niet uitgekeken op alle speelfaciliteiten. Ja, goed zo. Ja, remmen naar papa toe, Leef. Mijn gevoel bij de eerste dag Overijssel is, ik heb al een soort rust en een soort ontspanning, dat gaat vanzelf hier. Als je om je heen kijkt zie je alleen maar groen en je ziet heel veel koeien. Nou, het beeld hadden we al een beetje van Overijssel. We hebben een hoop meegemaakt, een hoop leuke dingen weer gezien van Overijssel. Wat ik deze week nog heel graag zou doen, is iets wat ik eigenlijk nog niet eerder zou doen of heb gedaan. Ik wil me graag laten verrassen door iets wat ik eigenlijk in Nederland niet zou verwachten. Nou Iris, dat gaan we wellicht morgen dan wel zien. Want ook dan is het weer zomer in Overijssel. Morgen in een nieuwe enerverende aflevering van Zomer in Overijssel zien we onder meer... Hey, misschien krijg je hier wel rode beelden van, Thijs. Krijg je de rode beelden van jou? Nee, ik hoef er niks slangen te maken. Nee, echt niet. Gaan ze ook buiten? Oh, we gaan hier de hoge drek in. Koken, Thijs. Koken. Daar ben ik ook beter in. Nee, ik dat is helemaal niet waar. Mijn spul is niet te vreten. Hey, Thijs, volgens mij heb ik een take. Dat lukt mij toch totaal niet, joh. Dat en meer. Morgen in... Zomer in Overijssel. Ja, goed zo. Tot morgen. Weilanden, bossen en kabbelende beekjes wisselen elkaar af in het glooiende landschap van Noordoost Twente. Een prachtig gebied met een oeroude geschiedenis die je opnieuw kunt beleven bij de molen van Bels in Mander. Eén keer per maand malen ze hier het graan op traditionele wijze. En in het bezoekerscentrum vind je alles over de geschiedenis van het gebied. Ook is het een startpunt voor een GPS-tocht of een wandeling door het dal van Mosbeek. Maar liefst 60% van de landelijke productie van kamerbreed tapijt komt uit Genemuiden. Daar ligt dan ook een tapijtmuseum waar de boeiende geschiedenis letterlijk tot leven komt. Vrijwilligers laten er zien hoe vroeger biezen werden geoogst, matten werden gevlochten en hoe de originele Genemuider mat is ontstaan. Wil je dit een keer zien? Ga dan naar de Facebookpagina van Overuit en maak kans op museumkaarten.